Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog vandaag. Goed dat jullie weer kijken. Trouwe volgers, de vlogs worden misschien wat minder leuk. Maar er komt een goede tijd aan dat we weer met grote groepen vlogs kunnen maken. Waardoor ik weer dicht naast iemand kan zitten zo en dat ik dan met iemand kan praten. Die tijd komt er wel aan. We moeten er even doorheen. Ik probeer het zo leuk mogelijk te maken voor jullie. En nou, ik probeer ook gewoon wat dingen te laten zien die nog steeds doorgaan in deze tijd. En een van die dingen is dat er een nieuwe dominee moet komen. En nou heb je misschien wel gehoord dat er een groep mensen is van onze gemeente die zich daar druk over maakt. Die gaat bedenken, wat voor dominee willen wij? Waar moet die allemaal voor doen? En die gaat de gesprekken voeren, denk ik. Ik weet het niet precies, maar ik heb met die groep mensen het gesprek. Volgens mij is het de benoemingscommissie, ik weet het niet precies. Ik weet het eigenlijk niet, dus ik moet ook geen dingen zeggen. Maar daar heb ik in de kerk een gesprek mee, een afspraak mee. En ik ben benieuwd waar onze dominee nou eigenlijk aan moet voldoen en waar ze op gaan letten. En of ze al een beetje bezig zijn met mensen. Dus misschien kunnen we wel een nieuwtje hebben vandaag. Ik ga naar de kerk en ben benieuwd. Oké, we zijn inmiddels in de kerk. Ik zit met drie leden van de beroepscommissie. Met Annemiek, met Erik en met Rut. En ik begin even met jou, Annemiek. Kan jij misschien kort zeggen wat eigenlijk de beroepscommissie inhoudt? Ja, nou wij zijn met 8 gemeenteleden en wij gaan op zoek naar de nieuwe dominee. Dus we hebben een profielschets gekregen van de kerkraad, een beetje meegeholpen om die op te stellen. En die zal binnenkort gepubliceerd worden samen met een advertentie. En dan gaan wij op zoek naar een nieuwe dominee. Ja, dus jullie hebben best een belangrijke taak. Jullie gaan op zoek naar een nieuwe dominee. En Rut, wat zijn nou dingen waar jullie het dan met elkaar over hebben? Wat zijn belangrijke dingen volgens jullie? Wat je in een dominee graag zou willen zien? Nou, wat we vooral echt heel belangrijk vinden is dat een dominee meerdere groepen binnen onze gemeente kan aanspreken. Omdat we weten dat er best wel veel variatie is binnen onze gemeente. En onze beroepingscommissie is daar best wel een goede vertegenwoordiging van, denken we. En dat maakt het ook zo leuk dat we met elkaar kijken van, nou, kunnen we iemand vinden die ons allemaal aanspreekt en waarvan we zeggen, nou, die spreekt waarschijnlijk ook wel een groot deel van onze gemeente aan. En wat sowieso belangrijk is, dat zie je ook aan de beroepingscommissie, de aanspreken van een bepaalde leeftijd. En dat het toch wel iemand is die ook wel gevoel en aandacht voor de jongere groepen binnen onze kerk moet hebben. Ja, nou, mooi ding. Nou, dat is wel belangrijk voor in de vlog natuurlijk. Ook voor een dominee die voor de jeugd ook er is. Nou, Erik, wij zijn natuurlijk een beetje de jongeren van onze kerk. Ja. En jij zit in de beroepscommissie. Ik heb gehoord dat jij ook een studie doet tot soort van. Is het een studie tot dominee? Kan je het zo noemen? Ja, je kan de dominee kant op met mijn studie, maar ik wil me niet echt de dominee kant op gaan. Ik vind het wel leuk om iets te doen voor mensen en er voor mensen te kunnen zijn, maar ik hoef niet per se dominee te worden. En dus jij zou niet, je hebt niet gesolliciteerd op deze baan? Nee, ja, ik heb getwijfeld, maar ik had het kunnen doen natuurlijk. Ik bied me gelijk aan. Ja. Ik zie hem al staan. Ja, nou ja, het zou even omschakelijk zijn om jou er ineens op de preekstoel te zien staan. Ja. Maar wat vind jij, zeg maar, waar kijk jij een beetje naar? Je zit in de beroepscommissie, je vertegenwoordigt toch een beetje de jeugd. Wat zijn dingen wat jij zou graag zou zien in een dominee? Nou, ik zou graag willen dat een dominee goed om kan gaan met sociale media en gewoon andere moderne media, zodat hij de jeugd, hij of zij natuurlijk, de jeugd makkelijk kan bereiken en niet alleen maar via de kerkbode bijvoorbeeld, maar ook gewoon via Instagram of Facebook of wat dan ook, waar de jeugd op te vinden is. Ja. Dat lijkt me heel erg fijn. Ja, en is het ook een beetje gezellig in die beroepscommissie met die 8 mensen? Zeker, ja. Je leert elkaar echt op een hele nieuwe manier kennen en deze mensen, je ziet ze normaal wel eens in de kerk zitten, maar je stapt er nooit echt zomaar op af en nu creëer je toch een hele andere band met deze mensen en dat is, ik vind dat heel erg leuk. Ja, en ook leuk om de jongste te zijn. Dat is ook speciaal. Ja, dat is toch wel een eer. Nou, bedankt. En de beroepscommissie is natuurlijk ook, ik had het net al gevraagd, qua leeftijd heel verschillend. Van 19 tot 19, hè. Erik is 19. Tot de voorzitter is misschien wel de oudste, dus dan ga je al wel nog ouder. Dus het is, ja, heel oud is natuurlijk ook heel raar te zeggen. Want, ja, hij is met pensioen. Ja, hij is met pensioen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die al met pensioen zijn in onze kerk. En dat is ook belangrijk om die natuurlijk nog aandacht te geven. Ja. Hey, en ik heb gehoord dat jullie ook echt een hele cursus moesten doen. Erik, jij bent van het studeren volgens mij. Hoe vond jij de cursus? Ja, ik vond dat wel... Het was best wel druk. Want ik dacht eerst van, het valt wel mee de tijd die je besteedt aan een beroepscommissie. Maar dat je uiteindelijk een grote cursus doet die wel heel leerzaam is. Waar je leert hoe je dominees moet interviewen, hoe je...
een leuk lijstje opstelt met wat je wil. Het is wel ja, heel leerzaam, dus ik vond het wel heel leuk dat dat er ook bij zit. Vind je het leuk om te doen? Ontzettend leuk, ja. En wat dan vooral? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, toch, wie komt er straks voor onze gemeente te staan? En niet alleen zondags in de kerk, maar ook door de week juist. En dat is toch, dat gaan wij met z'n allen bepalen. Dus dat is toch wel een hele eer dat we dat met elkaar mogen doen, denk ik. Ja, dat lijkt me ook. En hoe ver zijn jullie al, Rut? En wat gaat er nog allemaal gebeuren? Nou, we zijn ontzettend ver. We hebben eigenlijk al iemand gevonden. Oh nee! Nou, we kunnen weer naar huis. We kunnen weer naar huis. De dominee komt nu binnenlopen. Goedemorgen. Ja, ik hoop wel dat we als we ooit een vlog kunnen maken met een nieuwe dominee natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel wat hij minimaal een beetje moet begrijpen en beheersen. Dat dit soort technieken tegenwoordig worden toegepast, ook in onze kerk. Ja. Zodra de advertentie er is, dan wordt het ook echt concreet. Hè? Zodra de brieven komen, echt reacties, dan wordt het concreet. En dan kan het snel gaan, maar het kan ook nog best wel even duren voordat je echt zegt van we hebben de juiste match gevonden. Ja. Nou, Annemiek, is er nog iets wat wij als gemeente zeg maar, nu ook nog kunnen doen om te helpen? Ja, zeker. In principe is de hele procedure geheim. Maar wat ik al zei, er komt een advertentie. En wij hebben ook al van diverse gemeenteleden tips gekregen van predikanten waarvan ze zeggen, nou, die zouden we wel graag willen. Mocht u nou nog een predikant hebben, tip dan even een van de leden van de beroepingscommissie. Want de predikanten waarvan wij de naam hebben ontvangen, gaan we sowieso ook de profielschets en het welkomstpakket sturen met de vraag of ze willen solliciteren. Dus ja, op die manier kunt u toch een beetje invloed hebben op het proces. Oké, dat was dus de beroepingscommissie. Vanaf nu gaan ze soort van in het geheim verder, want we zullen er niks meer over horen totdat er een nieuwe dominee is aangesteld. En ik ben heel benieuwd naar dat moment. Vond je dit nou een leuke vlog? Laat dan even een likeje achter. Duimpje omhoog. En abonneer even op het YouTube kanaal van de Kruiskerk Nijkerk. Ik zie jullie volgende week bij een nieuwe vlog. Laats. En Annemiek. Oké, wacht even.